We staan hier op het zolder van een grote kerk omdat hier vanmiddag een lezing houden wordt over het onderzoek wat een dendroloog doet, die boort gotjes in de spanten om de ouderdom van het hout te bepalen. En daar docht hij verslag van en daar maakt hij een heel verhaal over wat er in had. Een lezing dus op de zolder van de grote kerk in Dokkum. En dat is wel bijzonder. Normaal gesproken dan komen je geen mensen, alleen de beheerders van de kerken die komen je vanzelf holen. Je zit ook wat materiaal op slijm voor de ouders stolen. We hebben nog dankbare broekmeidje voor het horen van de lezing. Kunnen mensen mooi zitten. Maar er zitten wat verderop, zitten wat ouder materiaal. Maar deze kap is wel heel bijzonder en daar had de onderzoeker had er daar een verhaal over. De kist hier als je goed ziet, dan zit hier op en dan stapel de spanten. En dat schijnt heel bijzonder te wijzen. Het begin dus wel wurrig. Daarom is deze man betiert van de partij. Ik ga nu naar een kring. En ik dacht eerst nog waarom, want ik had 14 jaar op monen draait. En dat ik vleen jest had ik daarvoor bedankt. Zal je nou een paar lezings aan hem waaronder in je bovenop een zolder? Ja, dat mij normaal spritsen geen in je komen. Lijkt het jou dat wat leuk daar? Daar bovenop een zolder? Nou nee, ja, dat wel. Ja, dat kan niet schelen. Ja, heeft hij vrees had ik net. De lezingen binnen net zonder reden. Stichting Monumentenbeheer Noord-Eerst Friesland besteedt dit hier namelijk 30 jaar. Wij zijn in 1993 bij me opgericht als stichting. En deze stichting besteedt dit jaar 30 jaar. En dat is voor ons wel een gelegenheid om dat aan te pakken. Om hier een bijeenkomst te houden, een carousel, symposium nemen we dat. Het houdt in dat er 3 sprekers zijn op 3 verschillende locaties. Dit is een van die locaties. En morgen hebben we een open dag van al die monumenten in het hele voormalige gebied van Dongerendeel. Van de toren en de moen en de meeste kerken, waar die toren nog ver zitten, die binnen niet besteld van 10 tot 4 uur.